Kijkers, dit is Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Agrarische sector krijgt financiële steun. Staatsolie informeert regering over local content. Meteodienst geeft beeld van het weer boven Suriname. En alles doen om COVID-19 terug te dringen. Minister Parmanant Siudien van LVV bevestigt dat er een schadefonds komt voor de boeren die grote verliezen hebben geleden door het overtollig water. De Raad van Ministers heeft dit fonds goedgekeurd en wel voor een bedrag van 50 miljoen Surinaamse dollars. De registratie van de boeren is reeds begonnen. Er is een schadeunit opgezet op het hoofdkantoor aan de Letitia Frieselaan. De boeren kunnen zich ook wenden tot de resort- en rajonkantoren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in de districten. Het ministerie dat verantwoordelijk is voor productie van voedsel. Dat wat nu gebeurt in de afgelopen paar weken en maanden gebeurd is, heeft natuurlijk enorm veel impact op de agrarische productie. We hebben meegemaakt, we hebben het in de media gezien, heel wat filmpjes gaan er rond via app, social media, van hoe kippen van mensen verdronken zijn, hoe grote arealen van groente en fruit onder water zijn komen te liggen. En inderdaad, dit baart ons zorgen. Wij als ministerie, wij steken de koppen bij elkaar van wat gaat de impact hiervan zijn op de komende paar maanden ten aanzien van onze voedselvoorziening. En er worden wat programma's uitgewerkt. En belangrijk is natuurlijk ook om te weten van wat gaat er gebeuren met de schade welke door de boeren geleden is. Ik kan u mededelen dat vandaag in de Raad van Ministers is goedgekeurd een schadefonds voor de agrarische sector. Dit houdt in dat de boeren tegemoet gekomen zullen worden en voor de schade welke ze geleden hebben. Ik wil niet zeggen dat we voor 100% gaan kunnen vergoeden, maar in elk geval de registratie van de boeren is al begonnen. En ik heb al een heel stapel hier van boeren die alvast de afgelopen paar weken die al in problemen zaten en ze hadden aangemeld op de kantoren van LVV. Er is een heel stapel hier van die boeren die geregistreerd staan. Hun naam, hun adres, welke gewassen ze geteeld hadden, de oppervlakte was, een schadebeeld van slecht tot anderen hadden gewoon een deel van hun oogst en waren ze kwijt. Dus zo'n schadefonds, dat is dan nu in het leven geroepen. En op het ministerie, behalve dat wij al begonnen waren met het registreren van de boeren, is er ook een schadeunit opgezet. Centraal op het hoofdkantoor aan de Letitia Frieselaan, maar boeren kunnen zich ook wenden tot alle resortkantoren en de Ryan-kantoren van LVV. En zij die zich daar aanmelden, die gaan formulieren moeten invullen. En daarna zullen er veldoriëntaties plaatsvinden om te kijken of het inderdaad waar is dat die schade geleden is. En dan zullen die gegevens verwerkt worden en dan bij het ministerie van Financiën ingediend worden. Dat geldt niet alleen voor de landbouwers, maar ook voor de veetelers. Of je nou een kippen kweekt of andere soorten vee. Ik merk dat ook heel wat melkboeren een probleem hebben gehad, dat hun weilanden onder water was, nog steeds is. Dat alle gras daar verrot, kapot gaat. Gras kunnen ze niet genoeg vinden, waardoor ook de melkproductie omlaag gaat. Dus maar ik wil meteen een nummer via uw medium bekendmaken aan de gemeenschap, aan onze agrarische gemeenschap. Het nummer welke men kan gebruiken om zich aan te melden.
Dus centraal, dus een, op hoofdkantoor van LVV. Dat is 866-3576. Nogmaals, 866-3576. Zij die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen bellen naar het nummer. Dan zullen wij van daaruit het zaakje verder oppakken. Maar het kan ook zijn dat mensen een ander soort schade hebben. Die zullen dan ook opnemen en hun ook doorgeleiden naar de betreffende instanties. Zoals het ministerie van Sociale Zaken of misschien andere instanties. En dus zullen ook programma's geproduceerd worden door het ministerie, waarmee wij meer voorlichting zullen geven aan de gemeenschap van hoe zij misschien, gegeven deze situatie, en u kunt verwachten, prijzen zullen omhoog gaan. Maar als mensen op hun erf nog wat zouden willen planten, dan komen er van die tips van het LVV, welke men goed zou kunnen gebruiken. De leiding van de Staatsoliemaatschappij Suriname NV zal samen met oliemaatschappij Total nagaan wat de huidige en toekomstige behoeften van deze multinational zijn. Surinaamse ondernemers zullen aan deze behoeften gekoppeld worden en in het kader van local content door Staatsolie op dit stuk getraind worden. De leiding van het staatsbedrijf heeft op dinsdag 25 mei 2021 een regeringsdelegatie geïnformeerd over haar inzichten met betrekking tot local content. En dit gebeurde tijdens een onderhoud op het kabinet van de president. De president wilde weten over meer informatie hebben over local content en de shorebase. Dat is dus een nieuwe haven in verband met olie, de oliefonds offshore. En we hebben hem daarover vandaag geïnformeerd. En wat is uit deze meeting voortgekomen? De president, de VP en de ministers hadden toch wat pittige vragen. Dus we gaan ze meenemen en beantwoorden. Maar onder andere... heeft de president gevraagd dat we, laten we zeggen, de diensten die uit Suriname geleverd kunnen worden door lokale ondernemers, dat we proberen dat te optimaliseren. Oké, dus dat is eigenlijk het huiswerk dat de president heeft meegegeven. Staatsolie is natuurlijk een bedrijf dat al een paar jaren actief is in Suriname, een Surinaams bedrijf zelf. Hoe is Staatsolie al die tijd omgegaan met local content, zelf de lokale bijdrage naar de gemeenschap toe en zelf ook de bijdrage van de gemeenschap naar Staatsolie toe, als we het hebben over ondernemers, Surinaamse ondernemers? Hoe is die samenwerking? Ja, Staatsolie is al meer dan 40 jaar in Suriname bezig, dus we hebben inderdaad ervaring met leveranciers en ook met lokale leveranciers. Sommigen zijn meegegroeid met ons, dus het is een gradueel proces. Is altijd makkelijker dan natuurlijk een proces waar je ineens diensten moet leveren. Dus het is een klein beetje moeilijker nu. En natuurlijk bij Staatsolie, als je een emplacement moet wieden, is wat makkelijker dan op een boormachine 180 kilometer uit de kust op zee te werken. En het werk op zee is natuurlijk ook gevaarlijker. Er zijn olieën en gassen die daarvoor komen waar je rekening moet houden. Dus het is een klein beetje moeilijker. We gaan de mensen wat moeten bijscholen. Moeten helpen met trainingen. We hadden een studie gedaan en daaruit bleek dat de lokale ondernemers een beetje zwak zijn op het gebied van hun HSE, Health Safety and Environment Systeem. En wij van Staatsolie gaan hen daar helpen om dat systeem bij hun bedrijf nog verder te ontwikkelen. Wat gaat Staatsolie vanaf dit moment doen aan het ontwikkelen van local content of om de ondernemers daarop voor te bereiden? Ja, we hebben dus een local content groep binnen Staatsolie. Die gaat dus samen met Total, want Total is eigenlijk het vers in de offshore. Ze zijn nu aan het verkennen om te komen tot een olieplatform waar we productie gaan hebben op zee. Dus we gaan onze taskforce met hun laten praten. Wat zijn de behoeften nu van Total? Wat zijn de behoeften in de toekomst? En hoe kunnen we de Surinaamse ondernemers aan die behoeften koppelen en tegelijkertijd trainen om daar naartoe te gaan? Dat gaan wij doen.
Suriname bevindt zich momenteel in de grote regentijd. Dit gegeven, gecombineerd met meerdere natuurverschijnselen, hebben de afgelopen dagen ervoor gezorgd dat grote delen van ons land onder water zijn komen te liggen. Sukarni Salons-Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, ging tijdens een persconferentie op woensdag 26 mei 2021 in op de enorme neerslag die ons land teistert. Wat mogen wij de komende dagen verwachten? Nu zitten we in de grote regentijd. En het is begonnen met april, we zijn nu nog in de tweede maand. Hier ziet u een grafiek. Dit is het neerslagpatroon voor Suriname voor het gehele jaar. Als u hier naar die tabellen, naar die grafieken kijkt, dit is voor het kustgebied. Het rode staven, die is het veeljarig neerslag totaal. En die blauwe, dat is wat nu voor 2021 is gemeten. Voor het kustgebied. Als u hier kijkt, januari, hebben we al meer neerslag gehad dan het veeljarig gemiddelde. Februari, dat was iets minder. Maar dan beginnen we naar maart. Je ziet hier een heel groot stuk. Dat wil zeggen alvast overtollig neerslag vanaf maart. En dan heb je dan april, ook een heel groot stuk hier. En dan hebben we hier mei. En de maand is nog niet voorbij. En je ziet al dat het veeljarig gemiddelde heeft overschreden. Gaan we hier naar het binnenland, dan ziet u hier dat voor alle maanden nagenoeg nog steeds de neerslag van 2021 minder is dan het veeljarig gemiddelde. Dus hier zien we dat we natte maanden hebben gehad, zeker achtereenvolgend, vanaf maart, april en nu volgt mei. En mei is nog niet voorbij, vandaag is de 26e, dus we hebben nog 4-5 dagen te gaan. Wat zijn de aandachtspunten wanneer we naar deze informatie, naar deze cijfers kijken, het kustgebied? Voor gisteren hebben we 5 stations neerslagtotalen gemeten, groter en gelijk dan 100 mm neerslag. Wat wil 100 mm neerslag zeggen? Dat is 100 liter water per vierkante meter. Maart, april is natter dan het veeljarige gemiddelde voor het kustgebied. En voor mei tot en met heden, 26 mei, is er al meer neerslag gemeten dan normaal. Dus het kustgebied is voor nu al natter dan normaal. Voor het binnenland hebben we gezien dat de neerslagmaandtotalen minder zijn dan het veeljarige gemiddelde. Hier ziet u, waarom hadden we dan zoveel neerslag gehad? Waarom was het zo nat geweest? Dat was de invloed van La Niña. Voor de afgelopen maanden, maar nu gaat het over naar de neutrale fase. Maar dat wil nog niet zeggen dat de overgang naar de neutrale fase zaken gaan normaliseren. We gaan nog wat ervaren dat het wat nog nat zal zijn. Wat kunnen wij verwachten voor de komende dagen en weken en maanden? De dagverwachting voor 26 tot met 27 mei. Het gaat nog blijven regenen, je mag dan regen verwachten. Maar dat betekent niet dat het continu gaat regenen. Er zullen wat tussenpozen zijn dat het niet regent. En wanneer er onweersbuien zijn, dan kan je te kampen hebben met windstoten. En op sommige plaatsen kunnen de buien heel zwaar zijn. En voor de nacht, vooral hoe er zoveel vocht is, kan er dan mistvorming plaatsvinden in de bosrijke gebieden. Wat is de verwachting voor de komende 2 weken. Er is nog steeds een grote kans op overstromingen. Er is nog steeds een grote kans van neerslag voorkomens dat groter gelijk is dan 100 mm. De periode
is natter dan normaal. Dat moeten wij dan gewoon meenemen. En deze risico's wat u hier ziet, komt omdat wij al 3 maanden lang meer neerslag hebben ervaren. Dat betekent dat de grond al verzadigd is. In zekere mate gaat het water niet meer kunnen verwerken. Toch? Dan zou het dan afgevoerd moeten worden en naar andere methodes gekeken worden. Maar feit is dat de periode natter zal zijn dan normaal. Dus onze grote regentijd zal natter zijn dan normaal. Voor mei, juni, juli, dat is dan 3 maanden te verwachten. Wat kunnen we verwachten? Nog steeds. Er is een grote kans dat de neerslag natter zal zijn dan normaal. Dus we mogen nog steeds meer neerslag verwachten. En dat wil betekenen, natter periode zijn in het vooruitzicht. Te midden van de COVID-19-pandemie is het belangrijk de bekende regels in acht te blijven nemen. Te weten, handen wassen, mondkap op en 1,5 meter afstand blijven nog steeds heel belangrijk in de strijd tegen het COVID-19-virus. Daarnaast adviseren wij u zich te laten vaccineren. Registreren kan via 178 of de website www.laatjevaccineren.sr. Samen kunnen wij 1 vuist maken tegen het verder oprukken van het COVID-19-virus. Onderschat het gevaar van het virus niet. Velen zijn hierdoor in het ziekenhuis beland, waarvan sommigen ook het leven hebben gelaten. Uw leven is zeer kostbaar. Lever je bijdrage aan het gezond houden van Sweetie Sramang. Een gezond Suriname voor ons allen. En dit was Focus. Wees extra voorzichtig. Goedenavond.